Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 21 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik had gisteravond de situatie. Ik vertelde jullie gisteren, dat zit dus in de vlog van vorige week. Heel leuk. Ik heb mijn tongpiercing verwisseld, want het balletje draaide los. Ik was bang dat ik hem in zou slikken. En wat gebeurt er gisteravond? Ik ben aan het eten. Ik heb op een gegeven moment ben ik uitgegeten en ik wil gaan afwassen. En ik merk dat er iets scherps in mijn mond zit. Ik denk, wat is dat? Dan kan ik voelen, oh shit, het balletje is weg. Dus ik heb alsnog een balletje doorgeslikt van mijn tongpiercing. Oeps, I did it again. Ik heb dit al vaker gedaan, maar het maakt me elke keer toch weer angstig als dit gebeurt. En ik dacht, shit, nee. En dit is een van mijn fijnste piercings. En nou ja, ik had gelukkig nog wel een andere. Dus ik heb er nu wel weer een andere in gedaan. Ik wil wel eventjes 2 nieuwe bestellen. Dat ik sowieso weer eventjes een voorraadje heb. Maar ik dacht, nee hè. Waarom gebeurt dit? Maar ja, het gebeurde dus echt. Dus ik ben weer een balletje kwijt die ergens nu in mijn lichaam zweeft. En ik hoop dat die er één deze dagen uitkomt. Want dat is heel stom, hè. Want dan zit ik gisteravond op de bank en dan lijkt het alsof er iets heel zwaars op mijn maag ligt. En dat zit gewoon tussen mijn oren, want dat is helemaal niet zo. Want zo'n balletje weegt niks en je moet daar helemaal niks van merken. Maar dat zit gewoon echt tussen mijn oren. Dus dat was wel eventjes schrikken. En het was ook super stom. Ik baalde er ook heel erg van. Dan heb ik gisteravond lekker televisie gekeken. Allereerst GTST. Dit was de aflevering van De Cliff. Die dus eigenlijk eind juli uitgezonden zou worden. Maar ik moet zeggen, ik vond hem ook niet echt spectaculair. Als dit eind juni uitgezonden was, eind juli, zou ik het niet heel erg gevonden hebben om hier maanden op te moeten wachten. Wat was de situatie? Rick wilde Shanti ten huwelijk vragen. Dus hij had een soort Grease-dansje ingestudeerd. Het was super gaaf gedaan. Hij had hiervoor Daan en Bing ook gevraagd. Als de T-Birds. En Nina die deed ook mee. Maar Daan die had inmiddels het plan opgevat om Nina ten huwelijk te vragen. Maar de afgelopen week heeft Bing dus aangegeven dat hij Nina terug zou willen. En dat het de grootste fout van zijn leven is geweest om te scheiden. En heel gedoetje. Maar Nina die was inmiddels zwanger van Daan. Maar zij had het Daan nog niet verteld. En elke keer wilde ze het wel vertellen. Maar dan kwam er weer wat tussen. En ze had het wel tegen Bing gezegd. Nou, toen had Rick Shanti ten huwelijk gevraagd. Helemaal blij. Ja, ze wou. Nou, toen nam Daan Nina mee naar een ander plekje op die kermis. En hij vroeg haar dus ook ten huwelijk. En zij reageerde ook echt heel lauw, omdat ze dus echt niet wilde. En wat zei ze? Ja, ik wil weer verder met... We hebben het echt heel leuk gehad, maar ik wil het weer proberen met Bing. Oh ja, en ik ben zwanger. Daan zegt ook nog, ben je zwanger van Bing? Nou, dat kan helemaal niet, want Bing die kan geen kinderen meer krijgen. Nee, van jou, zegt ze. En toch wil je verder met Bing. Ja, ja. Ik behoud nog steeds van Bing en bla bla bla, heel gedoe. En Dani deinst achteruit en Nina wil hem, die pakt hem eigenlijk nog zo een beetje vast. Maar Dani gooit haar hand zo van zich af en zij valt over een hek heen onder een attractie. Ze is gelijk buiten bewustzijn. Daan wilde gelijk heen, maar Bing is hem voor. Die gaat er gelijk heen. Die wil Nina daar weghalen. En die attractie waar ze onder lag, die draaide nog. En Bing werd ook geraakt. Dus allebei buiten bewustzijn. En dat was het. Maar ja, vanavond gaan we gewoon zien hoe het afloopt. Ik heb het inmiddels ook al een beetje gezien. Of gelezen op internet. Dat krijg je met die spoilers. Mensen hebben Videoland. Die kunnen vooruitkijken. Dus, nou... Maar de beste cliffhanger vind ik nog steeds die van de parachutesprong. Die is echt alweer een fix aantal jaar geleden. Maar daar zijn ze voor mijn gevoel nooit meer overheen gekomen. Dus het was spannend. Maar net wat ik zeg, ik vond het niet heel cliffwaardig of zo. Ik heb Het Perfecte Plaatje gekeken. Was wel weer heel leuk. Patricia Pijn moest naar huis. Nou, vond ik ook niet erg. Ik bedoel... Ja, ze kon wel een paar leuke foto's maken, maar de andere waren gewoon echt wel beter. Ze moesten met roofvogels werken. Dat vond ik echt heel tof om te zien. Maar ik zou het ook best wel eng vinden, want die vogel moest ook op hun arm landen. En nou, ik zou echt heel erg bang zijn. Maar het was wel heel mooi om te zien. En dan zie je gewoon hoe mooie foto's ze kunnen maken eigenlijk. Dus ik heb natuurlijk de laatste Jane the Virgin gekeken. En ook dat heeft me niet heel erg verrast. Ik vond het een leuke uitzending, maar ik had wel iets meer spektakel verwacht. Ik dacht echt, dit wordt echt een, ja, een einde waar je u tegen zegt, maar dat viel nogal mee. Tegen misschien wel. Dus ik vond het wel heel leuk. Ik moet ook zeggen, er hebben ook best wel tranen gevloeid. Omdat hun gewoon heel erg aan het huilen waren. En dan ga ik vanzelf een beetje mee. Maar ja, ik had er wat meer van verwacht. Ik heb rechts gekeken. Ik heb de foto's bewerkt. En de vlog is ook af. Dus top. Ik ga nu de woonkamer lekker doen. Want die is weer aan de beurt. Het heeft heel erg geregend. Het is momenteel weer droog. Maar ik denk dat er nog wel een buitje gaat vallen. Het tijgertje die zit heel geïntrigeerd naar buiten te kijken. Dus dat is wel weer schattig. Dus hier even lekker aan de schoonmaak. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Ik zet jullie er alleen bij het schoonmaken. En ja, ik ben alweer lang genoeg gaan praten tegen jullie. Dus laten we maar even wat gaan doen. Zo, ik ben klaar. De woonkamer is weer helemaal schoon. Ik heb zelfs nog een heel groot deel van de keuken meegenomen. De tegeltjes en even achter de apparaten. Dus dat was allemaal wel fijn. Wasrek is even opgevouwen. Ik had heel veel krantjes liggen waar ik nog dingen uit wilde knippen. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Ik heb het oude papier al helemaal klaargezet. Zodat dat morgen weg kan. Ja, eigenlijk best nog wel even lekker bezig geweest. Maar nu ben ik het wel zat. Katten hebben net gegeten. En ik kom van boven, dus ik ben een beetje aan het uithijgen. Ondanks het sporten is dat nog wel een dingetje. Vanavond kijk ik natuurlijk Goede Tijden. Ik kijk Obese. Daarna weet ik het nog niet. Misschien dat ik Ranking the Stars ga kijken. Ik moet even gaan kijken wat ik verder wil terug gaan kijken. Ik ga even wat dingen opnemen. Verder heb ik gewoon Rex. En vanavond ga ik verder met Undercover. Had ik verder nog iets? Nou ja, ik moet even mijn artikel schrijven. Ik moet nog even een thumbnail maken. En even een titel verzinnen voor de vlog. Want dat is ook altijd wel een dingetje. Dat doe je niet zo gemakkelijk. Ik zit daar dan echt over na te denken. Oh ja, hoe zal ik mijn vlog gaan noemen? Daar kan ik in bed ook echt intens over nadenken. Ik heb eventjes 2 nieuwe piercings besteld. Dus die zullen ook eerdaags wel binnenkomen. Dus nou ja, wat dat betreft een prima middagje. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen. Dus om morgen bij zijn ik jullie bij kan zetten, want therapie op locatie gaat niet door. Ik heb het weer gewoon thuis via de computer. Maar daarvoor ga ik al boodschappen doen, dus ik ga om 13:30 al boodschappen doen. Dus ik zal natuurlijk gewoon de vlog openen, maar er zal niet heel veel zijn waar ik jullie bij kan zetten. Maar dat zijn jullie gewend op donderdag. Goed, nu even lekker relaxen en ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 22 oktober. Ik ben klaargemaakt en mijn coach komt zo omdat ik boodschappen ga doen. Ik heb totaal andere kleding aan. Ik heb een nieuwe bloesje aan in de Lidl. Ik zal je even laten zien hoe ik hem heb gecombineerd. Hij gaat wel een beetje op. Maar ik heb hem dus... Ja, hij hoort dus in mijn broek. Kijk, ik heb hem dus een beetje in mijn broek gedaan. Dan probeer ik hem er een beetje zo losgrond overheen te laten vallen. Dat is dus de outfit. Ik heb ook mijn schoenen al aan. Dus ik vind het wel leuk. Het is een keer heel wat anders dan wat ik normaal draag. Ik zei heel blij gisteren tegen jullie. Ja, Undercover staat online. Heel seizoen 2. Nou, Netflix heeft het ook doorgehad. Want ze hebben hem weer offline gehaald. Dus we moeten weer gewoon wachten. Dat betekent dat ik gisteren een aflevering heb gekeken van Crazy Ex-Girlfriend. Maar dat is een beetje musical-achtig, dus dat is niet echt mijn ding. Dus ik ga vanavond gewoon even zoeken naar wat anders. Ik klikte gewoon wat aan. En de eerste dat leek het wel leuk, maar omdat ze heel veel zingen vind ik het toch wat minder. Dus daar ga ik nog even weer naar kijken. Verder heb ik gisteravond ook Bies gekeken. Was ook wel een mooie uitzending. Was ook de laatste. Ik heb Bureau 040 gekeken. En daarna nog even Meester Frank Visser van vorige week. En dat was wel een beetje heftig. Dat was met een kerkgemeenschap. En die, daar wonen mensen boven. En dat geluid dat dreunde heel erg door. En die mensen wilden dat die kerk stopte met wat ze deden. Maar ze moesten uiteindelijk een stuk minder, want, zachter gaan doen. Bepaalde instrumenten mochten ze niet meer gebruiken. Want dat was dus hetgene wat zo doordreunde. Dus dat was dat. Voor de rest heb ik de vlog ingepland. Die is ook al online gekomen. En ik heb Rex gekeken en ik heb mijn blogartikel online gezet. Dus op zich was het verder prima. Behalve eventjes dan dat het eventjes balen was dat Undercover het hele seizoen toch offline was gehaald. Althans, tot aflevering 7 staat erop. Maar de andere 3 afleveringen die zijn dus offline. Nou ja, vandaag dus niet zoveel, maar dat had ik al gezegd. Dus ja, zometeen boodschappen doen. Ik moet zo even mijn mondkapje pakken, want die ligt nog in de wasmand. En die hebben we nodig, want die moeten we op. En dan even boodschappen doen. Dan heb ik hier dus therapie, maar dat is dus in huis. Dus dat is niet op locatie, maar dat had ik jullie al verteld. Dus ja, ik heb net even snel stofgezogen. Verder ook eigenlijk niet zo heel veel meer meegemaakt nadat ik jullie hier niet heb gezien. Het is allemaal een beetje rustig. Dus op zich wel, ook wel lekker. Dus dan zal ik even kijken, want mijn huis zit toch in de keuken. Die kan ik wel eventjes eruit halen. Meisje? Kom je? Kom maar. Goed zo. Het was gisteren heel stormachtig. En Tijvertje die vond het eerst wel spannend met die wind. Later vond ze het toch niet zo leuk meer. Toen kwam ze heel dicht tegen me aan liggen. Dat was wel heel schattig. Ik heb er nog een foto van gemaakt. En ik kwam een foto tegen van toen ik 21 was. Nou, echt, ik kwam er tegen en ik dacht, wow, kijk, ik was hier 21. Ik weet niet, hij gaat het ook niet echt lekker laten zien. Maar ik zal even de foto opzoeken van het tijgertje. Zo zat ze. Ja, dat is tijgertje eigen. Die zit s'avonds altijd zo bij me. Dat was wel gezellig. Ik ga eventjes de rest van mijn spullen pakken, zodat ik zo klaar ben. En dan zie ik jullie weer even als ik terug ben. Want vandaag zit ik jullie dus nergens bij, maar dat had ik gisteren ook al verteld. Dus ik zou zeggen tot straks. Zo, inmiddels alweer een tijdje thuis. En het was zo druk in de supermarkt. Het was echt niet te doen bijna. Maar ik zal jullie zo even de boodschapjes laten zien. Ik merk toch wel dat heel veel mensen toch nog geen mondkapje dragen. Ik hoorde ook zelfs iemand zeggen in de supermarkt. Die zei van ja, ik wil eigenlijk helemaal geen mondkapje dragen. Nou ja, het hoeft natuurlijk ook nog niet. Het is nog geen verplichting. Maar zodra het verplicht wordt zal je eraan moeten. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Ik zal het gewoon even hier doen. Ik heb allereerst weer even cola meegebracht. Want die hadden ze eindelijk weer. Die was elke keer op bij Lidl. Dan heb ik even shawarma. Daar ga ik straks even een pizzaatje van maken. Oh, hij staat er niet echt lekker scherp. Hier zie ik nou shawarma dus. Ik heb er even kattenvoer gehaald. Dan heb ik slaapwinkel weer. Ik heb champignons voor in de pizza. Voor op de pizza. Voor in de pizza wou ik zeggen. Nee, op de pizza. Ik heb spekjes. Dan heb ik vuurzakjes met aardappelschijfjes gehaald. Want die waren in de aanbieding. Ik heb er even chocomel meegebracht. Altijd standaard natuurlijk. Even kijken, dan heb ik hier nog de kranten en zo erin zitten. Die er even uitkomen. Oh ja, gratis glas van de Plus voor Café Lungo. Maar er kan ook wel gewone koffie in, dus dat is wel lekker. Dan heb ik maar een zakje van het eigen huismerk van de patat meegenomen, want de Avico was weer eens op. Ik heb er even chloor meegebracht, want ik wist niet of ik nog had staan. Schnitzels voor zondag. Ik heb eventjes weer bakboter gehaald, want als ik hem aanbreek wil ik gelijk weer een nieuwe halen. Ik heb frietsaus gekocht. En even kijken, ik heb hier nog toiletpapier weer met het klepje, want die hadden ze weer. Boontjes heb ik. En ik heb nog snijboontjes. Dus dat was dat. En ik had eventjes wattenschijfjes gehaald bij de Plus. Of bij de Kruidvat, die hadden ze weer. En weer eventjes mijn deo, want die was in de aanbieding. Dus dat. Dit kan trouwens wel even in de tas. Wat ik niet nodig heb. Dat de rest zal gelijk even opruimen. Dus ja, therapie was goed gegaan. Ik heb ook 2 biertjes binnengekregen. Ik zal gelijk even laten zien wie ik had besteld. Ik had dit besteld bij Piercing Mania. Ik heb ook nog een kortingscode gekregen. Ik had dus eventjes deze gehaald. Maar ik denk dat dit toch een acrylballetje is. Denk ik. Dit is geen... Ja, ik denk dat het acryl is. Maar het stond er ook niet bij. Maar ik vond deze wel leuk met zwart. En ik heb weer zo eentje. Zo'n regenboog. Die zijn mijn favoriet. Ik bestel nooit heel veel verschillende. Want ik vind de regenboog gewoon heel erg fijn. Ik ga even mijn boodschapjes opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. Dan ga ik daarna even mijn pizzaatje maken. Vanavond kijk ik Goede Tijden, De Meilandjes en Meester Frank Visser. Ik zal even klem opnemen, want dat heb ik weer vanavond. Verder ga ik nog eventjes de foto's verder bewerken. Die moeten nog. Ik moet eigenlijk nog even een nieuwe maken, maar dat zou morgen ook kunnen. Dat is niet zo erg. Ik moet even op mijn horloge uitschakelen. Even. Zo, ook weer klaar. En ja, ik ga dus even kijken naar een Netflix-serie welke bij me past. Maar daar heb ik nu even wat meer tijd voor, omdat het gisteravond een beetje snel moest. Het wordt verder mijn avond. Ik heb net de verwarming lekker wat hoger gezet. Dus ik ga even opruimen en dan die dingetjes doen. Dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer, want verder was er ook niks bijzonders. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 23 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een ooglook gemaakt met het paletje wat ik jullie zondag liet zien. Dat zit dus nog in de weekvlog van vorige week. Ik moet zeggen, ik vind de lichte kleuren helemaal niks. Want je ziet ze bijna niet op mijn ogen. Dus ik ga morgen de donkere kleuren proberen. Maar nee, ik vind het niet echt geweldig. Vandaag ook niet heel veel op de planning. Ik ga zo stofzuigen, de kattenbakken scheppen en even bullet journalen. Ik wil eigenlijk ook nog eventjes... een van mijn laadjes loshalen die in de slaapkamer staat, want er zit iets vast. En er zitten eigenlijk nu toilettasjes in. En die kunnen eigenlijk wel netjes in een doosje naar boven, want die gebruik ik toch eigenlijk niet. En dan kan ik daar weer wat andere spullen in leggen, dus dat leek me wel een goed idee. Maar ik weet niet of ik het vandaag red en anders doe ik dat morgen. Ik ga het wel proberen. En ik ga bullet journalen. Gisteren heb ik lekker de Meilandjes gekeken. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden, horen jullie het? Dat was heel leuk. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. En ik ben met een nieuwe Netflix-serie begonnen. Dat heet De Val. Ik moet zeggen, ik vond de eerste aflevering goed. Het werd mij vooral getrokken omdat de hoofdrolspeler van 50 Shades of Grey erin zat. En hij speelt hier een seriemoordenaar. Ik vond het wel leuk om hem ook eens in een andere rol te zien. Dus ik ben heel benieuwd of dat hij uiteindelijk gepakt gaat worden. Volgens mij zijn er maar 6 afleveringen, dus het is niet superveel. Maar de eerste aflevering was geslaagd. Ik heb Klem gekeken en dat was wel echt super spannend. Want ik denk wel echt dat het... einde de tijdperk voor Marius Mulder nu is aangebroken. Maar je weet het niet. Hè? Wie weet komen ze toch weer terug. Maar ik heb het idee dat hij dood is. Ik heb de foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. En ik heb al een deeltje van de video voor morgen klaarstaan. Dus wat dat betreft ben ik wel goed bezig geweest. Ik schrok net wel weer even van de cijfers die boven kwamen. Van coronatesten. Toch weer 10.000. Zitten we nu op. Vind ik toch best wel veel. Maar ja, het is dinsdag weer afwachten met de persconferentie, hè? Wat ben jij aan het doen? Ik heb de bak gezeten. Lekker. Nou, ik heb geen zin om te kijken, want ik kijk lekker naar Muis van Muis op de stoel, hè? Muis op de stoel. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Verder niet heel veel te vertellen. Ik heb lekker deze trui aan. Zwarte broek die nu wel echt in de was moet. Dus, ja... Ik vraag hem nog eventjes morgen of zo, dan gaat hij de was in. Ik ga morgen ook even een wasje draaien. En vanavond gaat de nagellak eraf, want dat is niet mooi meer. Ik heb best wel wat lelijke plekken, dus dan is het tijd om het eraf te halen. Ik ga nu in ieder geval even muziekje aanzetten. Dan ga ik even wat doen en dan zet ik jullie bij het bullet journal er wel eventjes bij. Want, en misschien, anders zet ik jullie er eventjes bij als ik dat dingetje ga doen. Maar ik moet even kijken of ik dat ga redden. Maar in ieder geval, ik ga nu ja, eventjes wat doen. Oké, dit gaat nu allemaal netjes in een doosje. En dan heb ik hier dus nu baking space en ook body mist staan. Dus dat past nu mooi. Daar ben ik even wat blijer mee en ik kan nu hier eventueel nog wat paletten voor. Dus ja, dat vind ik wel weer heel erg fijn dat ik dit zo heb kunnen oplossen. Dus ik had eigenlijk helemaal geen schroevendraaier nodig, dacht ik. Maar het gaat eigenlijk prima zo. Dus nou, top! Zo, katjes hebben net gegeten en ik heb weer hoofdpijn, dus ik ga zo even een aspirintje nemen. En ja, ze smikkelen nog wat na met de bakjes, maar ze zijn gewoon helemaal leeg. Verder eigenlijk wel lekker bezig geweest. Ik heb nu de doodles van oktober al af, dus ik probeer mijn mus nu zoveel mogelijk bij te werken. Omdat ik daar nog wel in achterloop. En ja, weet je, eigenlijk als ik dat eenmaal heb bijgewerkt, dan is daar voorlopig ook niks in te doen. Omdat ik nu toch geen dingen doe die vermeldbaar zijn in de mus. Dus ja, dat ligt dan ook even stil. Maar dat geeft niet. Ik heb nog wel wat andere projecten lopen die ik wil gaan doen. Ik wil een lijst gaan maken met de aquamarkers van de Action. En echt de kleuren ook erachter zetten. Zodat ik zeker weet wat voor kleur ik pak. Dat wil ik eigenlijk op de computer gaan doen. Maar ik moet ook eerst eventjes een keer printer inkt kopen. Want dan kan ik ook dingen gaan uitprinten. Maar dat is ook nog wel een klusje wat ik wil gaan doen. Ik heb nog van allerlei ideeën. Maar ja, je doet wat je kan en waar je zin in hebt. En dat komt allemaal wel een keer goed. Ik ga zo even lekker relaxen. En als ik mijn aspirintje op heb vanavond, kijk ik de Mask Singer. En dit keer kijken mijn moeder en Nathalie ook. Dus we kunnen weer met z'n drieën speculeren op WhatsApp wie zou erin zitten. Dus dat is wel leuk. Ik probeer ook nog even Ranking the Stars terug te kijken. Want Hart van Nederland begint pas om 11 uur. Omdat ze naar Thank You for the Music een programma uitzenden. Ja, ik weet niet precies wat het is. Maar het is niet mijn ding. En dan begint dat laat. Dus kan ik dat nog even terugkijken. Verder probeer ik nog even Thank You for the Music op te nemen. En anders moet ik even het programma verwijderen als er geen plek meer is. Ik ga sowieso weer die Netflix-serie kijken die ik aan het kijken was, waar ik even de naam kwijt ben. De Val was het. En vanavond kijk ik ook weer naar Zonnesstad. Daar heb ik ook wel zin in, want dat vind ik ook gewoon een hele goede serie. Verder ga ik de video afmaken, thumbnail maken en mijn artikel schrijven. Dus ja, dat wordt het een beetje. En ja, niet heel bijzonder, maar gewoon eventjes weer even wat dingetjes doen. Dus dat is wel lekker. Straks even nagelak eraf halen, denk ik. Want ja, ik vind het eigenlijk niet heel mooi meer. Maar ja, ik moet even kijken. Eten en dan lekker op de bank op. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu eventjes lekker de bank op met een aspirintje. In de hoop dat de hoofdpijn wat zakt. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 24 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb een andere ooglook gemaakt dan gisteren. Maar dit oogschaduwpalet is het voor mij gewoon niet helemaal. Maar dat zul je gaan zien in, op mijn blog of anders in een video met veel producten. Dus dat. Vandaag gaat de klok terug vannacht. Dus dat ja, is weer eventjes wennen. Hebben we weer een uurtje langer. Op zich vind ik het heerlijk hoor. Want ik vind dit een hele gezellige tijd. Maar heel veel mensen dachten dat het pas volgende week was. Maar het is dus dit weekend al. Gisteravond. Ik heb weer gekeken naar de Mask Singer. Ik keek weer samen met mijn moeder en met Nathalie. Ieder in ons eigen huis dus. Laat ik vooropstellen dat ik het programma heel tof vind. Maar het publiek vind ik bijzonder. Er zit publiek bij en... ik heb het idee, als er op een gegeven moment dan moeten ze gaan stemmen wie eruit moet. Ik heb het idee dat het een beetje een gunfactor is en dat ze niet puur kijken naar de zang. En dit keer, bij de eerste ronde, moest de Yeti eruit. Nou, dit vond ik echt super onterecht, want ik vond de Yeti echt super goed. Ik heb eigenlijk vanaf het eerste moment dat de Yeti in beeld kwam en dat hij begon te zingen, heb ik gezegd, dit is Ernst Daniel Smit. Het was nog een beetje verwarring, Ron Brandstede of Ernst Daniel Smit, maar voor mij was het toch wel steeds meer duidelijk dat dit Ernst Daniel Smit moest zijn. Nou, toen ging hij zich dus onthullen en het was ook inderdaad Ernst Daniel Smit. Naast is hij ook Ernst Daniel, maar die kent hem verder niet. Ik ken hem ook niet heel goed, maar ik heb wel eens wat gezien op tv waar ik aan zijn stem kon herkennen. Het was gewoon een donkere stem, puur opera. Je hoorde een opera stem erin. Hij zong absoluut geen opera, maar daar kon ik het uit opmaken. Mijn moeder die zette uiteindelijk toch in Ron Brandstede en ik zei nee. Ja, voor mij is het Ernst Daniel Smit. Nou, hij was het ook. Het was ook wel bijzonder dat hij meedeed, want hij lijdt aan Parkinson. Dus het was voor hem ook best wel een stap om dit te doen, maar hij heeft het uiteindelijk gedaan. Het was heel mooi, maar ik vond het dus heel onterecht dat hij eruit moest. Dat vond ik echt niet terecht. De tweede ronde waren we eigenlijk unaniem over eens dat de astronaut het veld moest ruimen, omdat we gewoon vonden eigenlijk dat hij gewoon niet goed kon zingen. Ook die hadden we goed. Wij zeiden het is Mattie Valk. En het was ook inderdaad Mattie Valk. Nathalie en ik die hebben er helemaal niks mee. Mijn moeder kende hem niet echt. Misschien van gezicht. Maar die zei, het zei haar niks. En Nathalie en ik kenden hem dan wel. Maar ja, dat vind ik jammer. Dat er niet puur wordt gekeken naar de zang. En want even kijken hoor. Of ik even iets kan opsnorkelen. Wie er voor mij de eerste ronde uit had gemogen. Ik heb hier de hele lijst. Mickey! Mickey zit boven te klieren. Even kijken, wie had er van mij uitgemogen? De vlinder vond ik bijvoorbeeld ook niet super goed qua zang. En volgens mij is de vlinder Nicolette Kluivert. De lama blijf ik toch hangen op... Nee, de lama, daar heb ik eigenlijk nog geen beeld bij. De chameleon heb ik meerdere namen. Babette van Veen, Victoria Koblenko, Sanne Langelaar, Joka van Houten. Die is er als laatst voor mij bijgekomen. De panter is voor mij Nicolette van Dam. Neptunus Jan Dulles. En de aap is toch Famke Louise, denken wij. En de vos... weet ik niet. En het Tendamme blijft een beetje in mijn hoofd zitten. Dus ik weet het niet. Maar goed, daarna heb ik eventjes een stukje van Thank You for the Music gekeken en Ranking the Stars. Ik heb weer de Vel gekeken. Dit is echt een steengoede serie. Ik ben hier echt helemaal weg van. Ik vind hem echt geweldig. En Zonnestad, en dat was ook super leuk. Vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga zo eventjes stofzuigen, de kattenbak scheppen. Even een was aanzetten, want mijn wasmand zit wel heel erg vol. Die moet echt even gedraaid worden. De kwasten wassen en daarna ga ik gewoon nog even lekker creatief bezig. Dus dat is eventjes voor nu de planning, niet heel bijzonder. Het kwasten wassen zal ik jullie erbij zetten. En dan ga ik nu eerst even stofzuigen en die dingetjes doen. Zo, alles weer wat ik wilde doen is in ieder geval gebeurd. De kwasten zijn schoon, mijn was is bijna klaar. En ik heb de was die daar hing ook opgeruimd. Die ligt er weer netjes in de kast. Dat even bij het hanggedeelte alles eruit gehaald en alles weer even op volgorde gehangen. Want ik wil echt vesten bij vesten, jurkjes bij jurkjes, truien bij truien. En het was een beetje door elkaar heen gegaan. Kroop Mickey natuurlijk weer boven in mijn kast. En ik denk, ja shit, wanneer kom je nou weer uit? Ja, ze komt er op een gegeven moment vanzelf weer uit, helemaal als het etenstijd is. Want we hebben nu net een eten op. En ja, vind ik altijd een beetje lastig, maar geef niet. Ze is er weer uit. En nou ja, even lekker geknutseld en verder ook niet... Ja, gewoon eigenlijk wel een lekker relaxed dagje. Dus dat is op zich wel ook wel lekker. Vanavond, ik kijk eventjes Heel Holland Bakt met de kidsversie. Dat vind ik dan wel heel leuk. De volwassen versie heb ik niet zoveel mee. Maar met die kindjes vind ik het wel heel leuk. Want ik zie ook echt hoe creatief die kinderen zijn. Die kunnen echt heel goed. Die kunnen echt heel veel hoor. Die kunnen ook echt wel heel goed, goed ideeën bedenken. Het bakken laat nog wel eens wat aan de wensen over. Maar het is wel leuk om te zien. Ik kijk de laatste Ik hou van Holland. Ik wil ook nog even Thank You for the Music afkijken. En het laatste deeltje van Ranking the Stars. En wat heb ik verder? Nee, Bitse kwam niet vandaag. Dat was jammer. Vanavond ga ik weer De Val kijken en Zonnestad. En ik probeer nog even wat alvast aan de vlog te doen. Zodat hij weer tot en met vandaag af is. Dat bevalt me toch wel heel goed. Mijn haarverven. Maar ik ga over 2 weken ga ik even naar de Action. En ik zag dat ze daar weer haarverf hadden voor blond haar. Dus ik hoop dat ze het hebben. Dan kan ik eindelijk mijn haar weer verven. Want het ziet er niet uit. Het is eigenlijk wel erg nodig. Maar ja, volgens mij is die daar maar weer €2. Dat vind ik toch wel best wel veel. €4 vind ik dat toch best wel veel geld. Want dat scheelt met de drooggist. Dus dat. Ik ga straks even de was ophangen. Nu nog even lekker relaxen. En dan straks douchen, eten. En dan lekker de bank op. Ik denk dat het vroeg donker is vanavond. Want het is al best wel een beetje donkerderachtig. Het waait lekker. Volgens mij is er ook nog wel regen voorspeld. Dus we gaan het allemaal wel zien. Ja, en dan vannacht de klok. En dan zie ik wel weer hoe ik morgen ervoor sta. Misschien ben ik wel super fit. Meestal ben ik fitter als de klok achteruit gaat. Als dat die vooruit gaat. Want dan voel ik me echt super brak. Ik mis dat uurtje slaap dan altijd wel. Maar goed, nu hebben we een uurtje extra. Dus goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 25 oktober. Ik zit in mijn comfy outfitje op de bank. En we hadden een uurtje extra. Nou, ik voel me op zich redelijk fit eigenlijk. Ik kan niet zeggen dat ik heel moe ben. Al word ik natuurlijk altijd wat vermoeid wakker door de nachtmerries die bij mij plaatsvinden. Maar nou ja, goed, dat zij zo. Ik heb gisteravond nog een stukje van Ajax gezien. Nou, eigenlijk gistermiddag, want ze moesten om 16:30 spelen. En dit was me een wedstrijd, mensen. 13-0. 13-0. Of eigenlijk 0-13, ze speelden uit. We hebben weer de record verbroken. Dit was echt heel tof. Ze bleven er ook maar invallen. Ja, voor de tegenpartij was het heel sneu. Maar ze zeiden ook, we waren kansloos. Ja, je merkt het ook gewoon. Want Ajax was gewoon supergoed. En ja, 0-13. Echt, ik vond het heel tof. Voor de Ajax-liefhebbers is dat leuk. Nou, eventjes naar dat bakken gekeken met die kindjes. Dat was ook wel leuk. Maar ja, je merkt toch wel dat het lezen wel een dingetje is. We doen het samen met 1 ouder. En die mag verder niet helpen, maar die mag wel goed lezen. Dat zie je toch ook wel, dat ouders ook niet altijd even goed lezen. Want het was echt, sommigen waren dan weer niet helemaal gaar. Of dat soort dingetjes komen wel steeds terug. Het was een Halloween-uitzending, maar ik vond het wel leuk. Ik had van Holland gekeken, daar heb ik wel onwijs om gelachen. Francis van Broekhuizen, die deed mee. Ik ken haar eigenlijk niet. Zij is ook een sopraan. En ik ken haar eigenlijk alleen maar van All Together Now. Dus dat zij in de 100-koppige jury. En daar viel ze al heel erg op. Omdat zij best wel hoog praat ook. En elke keer je hoorde haar overal bovenuit komen. Dus dat was wel grappig. Maar ze deed nu ook mee dus aan Ik hou van Holland. En ze was ook goed aanwezig. En Jeroen ging zelfs ook een beetje met een hoge stem praten op een gegeven moment tegen haar. Maar ze zat in het team van Leo. Ik heb wel gelezen dat heel veel mensen het niet meer hebben gekeken. Omdat ze Leo niet leuk vinden. Omdat ze het echt jammer vinden dat Guus weg is. Ja, ik vind Leo wel tof. Ik kan altijd wel lachen als hij in een programma meedoet. Ik vind hem ook wel grappig. Ik hou wel van die humor. Juist met Jeroen van Koningsbrugge vind ik dat een hele leuke combinatie, zeg maar. Omdat ze allebei heel erg van de humor zijn. Dus ja, ik hou er wel van. Ik heb eventjes Ranking the Stars teruggekeken. Dat was de laatste, maar het is ook prima. Weet je, na zoveel afleveringen is het ook wel goed. En ja... Ik irriteer me dan soms een beetje. Gerda Havertong, die is ook heel erg aanwezig. Is er continu bij. En doet soms echt van die uitspraken dat je denkt van... Ben je wel goed? Maar goed, weet je. Het was wel leuk. Ik heb de vlog al tot en met gisteren weer afgemaakt. En ik was heel leuk bezig gegaan met die lijst. Waar ik jullie over vertelde van de aquamarkers die ik heb. En wat denk je dat er gebeurt? Sla ik hem niet op. Dus alles is weer weg. Dus ik moet weer opnieuw beginnen. Maar ik ga nu gewoon eventjes van mijn eigen markers een foto maken. Zodat ik het goed kan aflezen. Maar dit was echt niet heel erg slim. De val weer gekeken. Ik heb nu ontdekt dat er 3 seizoenen van zijn. Maar het is maar gewoon 5. Tenminste seizoen 1 heeft 5 afleveringen. Was ook wel heftig. Want er was een politieagent ook doodgeschoten. Dus dat vond ik best wel heftig. Dat gebeurde gisteren geloof ik. Nee, dat gebeurde... Vrijdag geloof ik al, maar daar gingen ze verder niet echt meer op in, want het gebeurde al vrij snel. Het kwam pas in de aflevering van gisteren weer terug. Dus dat was ook wel heel erg mooi. Ja, en Zonder Stad blijft een hele mooie serie. Ik vind het heel jammer dat ze het ook niet meer zullen uitzenden. Al snap ik het compleet. Een van de hoofdpersonen namelijk van Zonder Stad, die is gepakt op het bezit hebben van kinderporno. En toen heeft VTM, die heeft gezegd... wij halen alles waar die man in heeft gespeeld offline. En dat is dus ook Zonder Stad. En ik snap de beslissing echt volledig. Ik snap het heel goed. Misschien vraag je je af, waarom kijk je dan naar zo'n serie als iemand dat heeft gedaan? Ja, ik kijk dan toch meer naar het personage. En omdat ik weet dat ik het altijd een hele goede serie heb gevonden. En ik keek dit vroeger dus altijd al met Nathalie. Er is altijd iets in mij blijven steken wat ik wilde. Dat ik ook... die hele reeks compleet wilde uitkijken. En het is natuurlijk echt super, super stom dat iemand is gepakt met dat soort funzigheid. Laat ik dat voorop stellen, want ik vind dat echt walgelijk. Maar ik kijk wel puur voor de serie en ik kijk dan een beetje erdoorheen. Kijk, dit is al heel oud. Het is volgens mij was de laatste uitzending in 2013. Maar ik wil deze reeks toch uitkijken, ondanks dat dus dit is gebeurd. Ja, maar ik snap ook wel dat zenders zeggen, we gaan dit niet meer uitzenden. Dat snap ik ook compleet. Vandaag ik niet veel op de planning. Ik ga zo even stofzuigen, de bak scheppen. Ik ga toch even de plantjes weghalen, de bakken even schoonmaken. En ik ga even de groenten afhalen en dan gaan we eventjes foto's maken. Dus ik zal jullie even laten zien waar ik foto's van ga maken. Maar verder zet ik jullie nergens bij. Maar dat zijn jullie gewend op zondag. Ik zie er ook uit volgens mij. Echt vreselijk. Ik heb een rode kop. Hier is het rood, hier is het rood. Nou, het is niet gezond. Maar goed, ik ga je bak schoonmaken. Dan gaan we stofzuigen en dan gaan we even wat doen. Ja? We gaan een muziekje aanzetten en even wat doen dus. Zo, de plantjes zijn opgeruimd. Dus kijk, de kom is weer wat leger. Ik heb de bakjes ook gelijk afgewassen. Dus die staan alweer netjes boven. En ga ik van de week even vegen als het droog is, want het is nu te nat. Maar ik zal jullie even de producten laten zien die ik ga fotograferen. Wat ik heb, het is een cream lip kit van Mickey. Hier zitten dus verschillende lipproducten in. Lipstick, lippotloodje en 3 vloeibare lipsticks. Dus die gaan we fotograferen. Het setje van Echo Tools ga ik fotograferen voor een extra artikel. Ik heb deze getinte primer. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dan heb ik het oogschaduwpaletje van de Dry Rose Collection. Die ik ga fotograferen van Catrice. En ik heb even 3 nagellakssetjes gepakt. Dat zijn deze. Die heb ik een tijdje geleden gekocht, maar daar had ik nog niks mee gedaan. Dus die ga ik doen. Dat is deze. Deze. En deze. En dan kan ik de komende tijd weer wat nieuwe producten gaan testen. Dus ik ga eventjes hier foto's van maken. En dan ja, is dat ook weer klaar. Spullen opgeruimd. Ik zat net weer met mijn vinger aan mijn bril. Dus er zit weer een lekkere vieze vingerafdruk op. Ik heb de lampjes al aangedaan, want ik vond het donker worden. Foto's zijn klaar. Nou ja, de plantjes dan die ik jullie had laten zien. Ik zeg elke zondag weer, ik ga niet zoveel doen. Maar ik doe toch altijd meer dan dat ik op de planning heb. Maar dat geeft ook niet, want ik weet gewoon van mezelf dat ik toch niet de hele dag stil kan zitten. Ik kan niet de hele dag op de bank zitten en niks doen. Als ik dat doe, dan moet ik of me gewoon echt heel ziek voelen of niet lekker. Maar anders blijf ik toch wel bezig. Maar dat geeft niet. Mijn vingers ruiken een beetje naar chloor. Want ik had mijn plantenbakjes ook helemaal even afgewassen met chloor. Dat vind ik ook wel weer een lekker idee. Dat ze nu schoon en fris gewoon weer boven staan. En nou ja, wie weet volgend seizoen weer nieuwe plantjes. En ja, dat is allemaal wel lekker. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Katten hebben net gegeten. Vanavond ga ik Wie van de Drie kijken. Ik heb het nog nooit gezien, dus ik ga het gewoon even bekijken. Ik ga even kijken wat daar gebeurt. Wat denk je ervan? Je hebt gewoon schoon drinkwater, daar kun je drinken. Je gaat niet hier al uit een glas drinken waar niks meer in zit. Dus dat lijkt me op zich wel een keertje leuk. Verder heb je een nieuw seizoen van Undercover in Nederland. Vind ik altijd heel mooi. Dus dat ga ik kijken. Rex en Undercover vanavond weer. Daar heb ik heel veel zin in. En verder heb ik morgen... wat wou ik zeggen? Ik wou het wel vanmorgen zeggen. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want er is morgen niks. Ik ga verder even de foto's nog bewerken. En... ik heb ook de lijst van de aquamarkers al klaar. Want dat heb ik gewoon nog even kunnen doen. Dus dat was top. Dus genoeg gedaan. Ik ga jullie nu ook gewoon dan morgen weer zien. Want ik ga nu toch verder niks meer doen. Dan even lekker relaxen. En genieten van het feit dat het weer veel vroeger donker is. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 26 oktober. Ik ben klaargemaakt. En... het is een beetje raar weer, het is half zonnig, maar de zon gaat ook een beetje weg. Ik vind het wel heel koud, maar goed, het is een beetje vreemd. Gisteravond lekker televisie gekeken, dat Wie van de Drie was wel heel leuk. Ik heb wel echt onwijs gelachen, dus dat was wel heel leuk. Daarna heb ik alweer de Stegeman gekeken, was wel heel interessant. Dat ging over de vleesindustrie. Ze probeerden undercover mensen, zeg maar, een... stuk vlees te laten kopen wat eigenlijk verboden is. In dit geval vroegen ze om rat. En die vrouw die kreeg 2 hazen. En toen vroeg ze later ook, ik wil graag rat. Ja, dat kon niet. En die andere man die probeerde aap te kopen. Nou, het zag er heel smerig uit. Het stonk ook heel erg. Die vrouw die die hazen had, die stapte bij die dame in de auto. Die ging gewoon bijna over de nek. Ze hebben het gewoon buiten neergelegd, want het was zo goor. Uiteindelijk zijn er toch wel een paar mensen opgepakt. Ja, je hoort dan op dat moment niet in het programma of ze veroordeeld zijn. Dat maakt Alberto dan later bekend op zijn Instagram pagina. Maar het was wel heel interessant. Ik heb Rex gekeken en ik heb Undercover gekeken. En ja, ik vind het zo'n goed seizoen. Het net sluit zich nu wel echt. Ik vraag me heel erg af of hij zich hier nog uit gaat kunnen redden. Ik ben er bang voor, maar het zal vast goed komen. Want er komt een seizoen 3 en hij doet mee. Dus nou, dat is wel super tof. Maar het was wel... ik had wel zoiets van... hoe ga je hieruit redden? Super goede serie. Verder heb ik de foto's bewerkt. Dus dat was ook allemaal wel goed. En ik heb nog even Allstars en Zonen teruggekeken. Dus dat was ook wel leuk. Prima avond verder. Vandaag op de planning. Ik ga zo even de vuilnis opruimen. Ik ga eventjes dat kleine bakje leeggooien waar ik het kattengrid in doe. En dus nu ook die bloemetjes in zitten, die ga ik even in de container gooien. Ik ga even mijn vuilniszak wegbrengen en dan even stofzuigen en de bak scheppen. En dan gaan we filmen. Ik heb wel mijn nagels weer gedaan. Oh, wat is dit vervelend. Kijk, het is mooi rood. Pas ook bij mijn lippen. Dit is zo'n lakje uit de Spicy Dub. En hij ruikt zo gigantisch lekker. Ik had ook mijn boek weer uitgelezen. Dat was zo'n mooi boek. Echt, ik vind het echt een aanrader. Je zult hem volgende maand in de boekreviews gaan horen. Maar ik vond het echt een prachtig boek. Dus vanavond begin ik weer met een nieuw boek. Ik heb alweer een aantal nieuwe boeken klaarstaan die nog even naar de e-reader moeten. Dus dat ga ik vanavond even doen. Ik ga nu gewoon eerst even de zakken en zo wegbrengen. En dan kan ik daarna even stofzuigen. Dan kan ik ook gaan filmen. Aangezien het weer niet echt lekker meewerkt, hoop ik dat het allemaal een beetje lekker wil. Ik ben nog steeds op zoek naar een goede lamp. Maar ik vind het toch een beetje lastig om daar keuzes in te maken. Omdat je zoveel soorten hebt. Maar goed, dat komt vast goed. Ik ga nu in ieder geval eerst eventjes wat doen. En dan filmen. En daarna even bij jullie. Daar probeer ik jullie nog even bij te zetten. Zo, ik ben weer klaar. De video staat erop. Het ging allemaal niet zo soepeltjes, maar het is allemaal wel weer gelukt. Ik heb het koud. Ik ga zo de verwarming lekker aandoen. Dat moet ik eerst even doen. Ik merk dat de katten wat onrustig zijn door het uurtje verschil. Ze zijn erg van jouwerig. Ja, hun denken natuurlijk als het nu 15:15 is, 15:45, van ja, het is etenstijd. Maar ja. Zo werkt het helaas niet, omdat je een uurtje langer hebt. Dus dat merk ik wel. Dus ik hoop dat ze hun ritme daar toch wel snel weer terug in zullen gaan vinden. Want dat is best wel vervelend. Ik had trouwens van de week nog even video gebeld met mijn moeder en met Lente. Want Lente was bij mijn moeder en toen leek het net. Ik zwaaide zo naar Lente en Lente die heeft heel ongecontroleerde bewegingjes. Dus het lijkt net of Lente terugzwaait, maar ze bewoog gewoon haar handje. En ze kan nu ook omrollen. Dat heeft ze nu gisteren voor het eerst gedaan. Ze was er al wel een beetje mee bezig, maar ze wist niet zo goed hoe ze met haar armpje zat. Haar armpje zat in de weg en nu kon ze omrollen, kreeg ik gisteren te horen. Dat is echt super schattig. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Kopen zonder kijken in Château Meiland. Ik heb Rex en ik heb weer De Val. Ik ga even verder met mijn artikel schrijven. Ik moet nog even wat foto's voor een artikel voor morgen klaarmaken. Dus ik hoop daar ook wel een begin van te kunnen maken. En verder wordt het gewoon een basic avondje. Straks in ieder geval lekker warm douchen, want daar heb ik wel zin in. Lekker goede tijden vind ik ook wel lekker met een lekker bakje koffie erbij. Dus wat dat betreft is het allemaal wel weer lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. En ik heb ook eigenlijk niks meer te melden. Het vuilnis is weg. Het bakje stonk heel erg naar... de drollen van de katten, dus die heb ik ook even uitgespoeld in de douche met chloor. Dus die ruikt nu weer lekker fris. Er zit een schoon zakje in, er zit gewoon een vuilniszak in. Dus ja, alle bloemetjes zijn nu ook liggen in de container. Dus wat dat betreft allemaal prima. Dus ja, ik ben wel tevreden. Nou, ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze koude dinsdag. Het is 27 oktober. Ik ben klaargemaakt. En zoals ik dus al zei, ik heb het koud. Maar goed, ik krijg het straks wel warm met schoonmaken. Want ik ga vandaag gewoon weer de douche doen, de kat wakken en de gang. En het is de week van de grote schoonmaken, dus alles gaat ook weer even van zijn kant. Gisteravond lekker televisie gekeken. En ik keek Kopen zonder kijken. En er was echt iets heel bizars aan de hand. Martijn kwam bij die mensen thuis en hij vroeg op een gegeven moment... Hebben jullie ook nog een kinderwens? Eventueel met oog op wat voor huis ze zochten. Ja, die hadden ze wel in de toekomst. En op dat moment had ik al een beetje het gevoel dat deze dame in kwestie zwanger was. Wat bleek, het was dus ook gewoon echt zo. Ik weet niet net of ik al wat aan haar zag waarvan ik dacht van ben je niet al zwanger? En dat bleek dus gewoon ook echt te kloppen. Want later kwam dat bericht zo binnen van ja... jullie zoeken niet voor 2 mensen een huis, maar voor 3. Ja, dan komt er bij de productie echt wat extra druk op de schouders te zitten. Omdat ze dus dan ook gewoon willen dat zo'n kindje een goed huis heeft. Er had gewoon een kindje in het huisje gepast waar ze woonden, maar het was niet groot. Ze zochten een huis in Breda. Ze woonden nu in Rotterdam. En ja, op zich viel het wensenlijstje wel mee. Ze hadden niet een voorkeur voor een type huis. Ja, sowieso wel natuurlijk een eengezinswoning, maar dat lijkt me wel logisch. Maar het enige wat ze heel belangrijk vonden was dat het dicht bij een station was. Alleen het puntje bij het paaltje was wel weer zo. De wenslijst die ze dus in feite hadden, kwam weer niet helemaal overeen met het budget. Dus er werd wel weer extra budget vrijgemaakt. Alleen toen had de makelaar een huis gevonden. En hij heeft €30.000 overboden, omdat ze het anders niet zouden krijgen. Waardoor er niet heel veel geld overbleef om te verbouwen. Nou, het was uiteindelijk super mooi geworden. Het was ook echt wel een beetje het huis van hun voorkeur. Alleen de schoonouders die woonden echt super dichtbij. Dat vond die man in eerste instantie niet super geweldig. Want ja, dan weet je gewoon dat ze gewoon sneller binnenkomen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik zou het ook niet... Ik zou ook niet erop zitten te wachten, geloof ik, als ik bij mijn ouders om de hoek zou wonen. Weet je, je hebt gewoon zo je eigen leven. Ik bedoel, dichterbij wonen zou natuurlijk top zijn. Maar ik zou er ook niet heel blij van worden als iedereen je huis plat zou lopen of zo. Dus ik snapte die man wel. Dus wat dat betreft was dat wel... ja, was allemaal heel mooi geslaagd. Was heel mooi geworden. Alleen ik vroeg me wel af, hoe kun je met een budget... Want er was geloof ik nog een €35.000 over. Hoe kun je daarvan gaan verbouwen? Maar ik denk wel dat er veel gesponsord wordt. Denk aan een keuken en een badkamer. Want er wordt ook gewoon wel reclame gemaakt voor het bedrijf, zeg maar. Maar het was heel mooi geworden. Daarna heb ik de meilandjes gekeken. En letterlijk, ik pieste bijna in mijn broek van het lachen. Want ik heb zo gelachen, de uitspraken die Martien weer deed. Ik dacht, nee, je kunt het eigenlijk niet zeggen, maar het komt er dan op zo'n grappige manier uit. Ja, ik ga stuk. Is dat wel heel vermakelijk. Ik heb weer De Val gekeken, wat ook super mooi is. Ik heb vanavond de laatste aflevering van seizoen 1. En ik ben heel benieuwd of dat de moordenaar nu gepakt wordt. Of dat het gewoon echt verder gaat in seizoen 2 en seizoen 3. Dus daar kan ik nog niks over zeggen. Maar het was weer heel erg mooi. En Rex gekeken. Ik heb mijn artikel geschreven. En alvast wat foto's bewerkt voor het artikeltje van vanavond. Die is nog niet helemaal af. Dus die probeer ik nog eventjes af te maken. Wat was er verder? Oh ja, ik kreeg net nog een hele lieve foto van Lente. Die zat in de speelgoedkist. Dat was heel schattig om te zien. En ja, mijn eten smaakte niet zo gisteren. Maar dat heb ik al. Zondag was het al niet lekker. Gisteren was het niet lekker en dan ben ik helemaal misselijk en ben er een beetje klaar mee. Dus ik hoop dat het vanavond beter smaakt. Er komt ook niet echt een officiële persconferentie. Ze zijn weer aan het afwachten. Ze vinden de cijfers nog niet zorgelijk genoeg om daar weer maatregelen tegen aan te nemen. Aan de ene kant denk ik, ja, misschien is het positief. Aan de andere kant denk ik, hoeveel mensen moeten er nog besmet raken? Want ik bedoel, we hebben nu de 10.000 gehad. Ik vind het vrij veel. Wordt het niet tijd om weer even in te grijpen. Maar blijkbaar niet. Dus dat is gewoon even afwachten vanavond. Waarschijnlijk komen er alleen waarschuwingen. Dus we zullen het wel zien. Ik ga nu de kattenbakken doen. Ik ga wel eventjes alvast was verzamelen. Ik ga hem nog niet aanzetten. Dat wil ik morgen even doen. Want ik kan ook de handdoeken van de keuken erbij. En die doe ik altijd op woensdag schonen. En dan heb ik die ook gewoon erbij. Dus ik ga het wel vast in de machine stoppen. Dan staat het er gewoon. Dus ik ga een muziekje aanzetten. En dan ga ik eventjes lekker aan de poets. En des te eerder zijn we weer klaar. En dan word ik misschien weer wat warmer. Dus dat zou top zijn. Zo, ik ben helemaal klaar, helemaal fijn. Ik heb even een paar nagels eraf gehaald qua lak, want het zag er niet meer uit. Dus die ga ik vanavond even opnieuw doen. Maar er was even een kleine situatie in de wasmand in de douche. Ik had jullie gezegd, ik ging zo alleen was neer gaan zetten. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb uiteindelijk toch een was aangezet, want ik zag dat aan de witte handdoeken en washandjes heel veel zwarte sporen zaten. En dat was heel vervelend. En ik... gooide die op de grond, want ik gooi het altijd op de grond, omdat ik toch de douche ging schoonmaken en doe ook de vloer helemaal. En toen wou ik het opruimen, maar dat liet al allemaal zwarte vegen achter, dus ik dacht nou, die moeten nu gewoon gewassen worden. Ik moet een keer een andere wasmand kopen voor in de douche, want deze is al super oud en eigenlijk niet meer een van mijn friste. En ik probeer hem regelmatig gewoon met chloor en water schoon te maken, maar de viezigheid wilde gewoon niet meer uit. Het liefst wil ik ook gewoon een zwarte. Maar goed, weet je, deze is nog heel, dus dat komt echt wel een keer. Action heeft ook prima wasmanden, dus dat is het probleem niet. Ja, toch de was dan maar aangezet, want ik baalde daar een beetje van. Eigenlijk, ja, het was ook eigenlijk wel genoeg voor de witte was, dus die guide in ieder geval. Dan kan ik morgen de bonte handdoeken doen. En dan ben ik in ieder geval met de handdoeken wel weer redelijk bij. Alleen de was in mijn slaapkamer is nog één drama, maar goed, dat komt ook wel goed. Ik was nu ook wel heel blij dat ik de bonen niet meer hoefde af te halen. Want ik merk toch echt wel dat mijn energie echt op is na zo'n schoonmaakpartij. De katten hadden ook, zeg maar, in de gang heb ik een raam. En daar op het vensterbankje hadden ze overgegeven. Dat had ik niet gezien, dus dat heb ik ook helemaal schoongemaakt. Alles is gewoon weer lekker schoon. Hun bakjes, hun kattenbakken, hun drinkbakjes. Ja, het is gewoon echt een heerlijk gevoel. Ze hebben nu lekker gegeten, dus helemaal top. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Ja, vanavond, ik kijk toch maar even om 7 uur wat er te melden valt van het kabinet. Ik ben toch ergens wel benieuwd, dus ik ga het meemaken. Zullen we het vast morgen nog even over hebben. Verder heb ik goede tijden en het perfecte plaatje. Daar heb ik wel weer zin in. Oh ja, ze hebben een naaktshoot, daar hou ik niet zo van. Dat hoeft voor mij niet per se, maar ik vind het programma zelf wel gewoon heel tof. Verder... kijk ik weer De Val en ik heb Rex. Ik ga mijn artikel proberen online te zetten. Ik probeer de vlog nog af te krijgen. En ik ga mijn foto bewerken voor morgen. Dus wat dat betreft is er nog heel veel te doen. En je hebt ook nog Ajax. Dus ik ga waarschijnlijk ook nog 2 schermen kijken. Dus wat dat betreft een drukke avond. Maar lekker chill op de bank. En dan ga ik gewoon mijn dingetjes doen. En dan komt het vast allemaal goed. Want vaak denk ik ook nog zoveel. En weet je, meestal lukt het gewoon om het af te krijgen. Dus dat is prima. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Als je daar op die rode knop drukt krijg je, dan ben je automatisch gratis geabonneerd. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aandrukt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe je duimpje omhoog. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon weer bij je volgende video te zien. Doeg!